De Dag der Agrariërs is gisteren 7 oktober gevierd op het terrein van de Federatie van Surinaamse Agrariërs, FSA, aan de Letitia Friesdelaan. Swami Girdari, bestuurslid van de federatie, kondigde daarbij aan de komst van een agrarische kamer. Het instituut zal bij wet vastgelegd worden en zal verder vormgegeven worden door een samenwerking met de ministeries van LVV en HINT. Ook met de Nationale Ontwikkelingsbank NOB zal er een samenwerkingsovereenkomst zijn. Girdari haalde verder aan dat diverse organisaties en individuele bedrijven geregistreerd zullen worden zodat hun data beschikbaar is voor de Kamer. Hij gaat nader in op de procedure voor het opzetten van de Agrarische Kamer. Vandaag vindt de launch plaats. Daarna zullen de komende 2 tot 3 maanden genomen worden om het totaalproject dossier te bespreken met alle stakeholders. Met stakeholders uit de publieke en de private sector. Dus we zullen samen met u verder aan de slag gaan. Het bewustzijn ontwikkelen bij alle mensen in de samenleving betrokken bij de agrarische sector. We zullen werken samen met de ministeries aan een voorstel tot een wetsvoorstel, ook samen met DNA. We hopen dat in december 2018 min of meer in te kunnen dienen op initiatief van de federatie. En daarna zullen we in de loop van volgend jaar februari, in een looptijd van 9 maanden, werken aan het opzetten van de database. En we hopen in december 2019 totaal operationeel te zijn. Girdari deed een dringend beroep op de aanwezigen om vooral hun medewerking te verlenen aan deze Kamer. De launch van de Agrarische Kamer is officieel gedaan door de voorzitter en ondervoorzitter van de FSA, respectievelijk Pralaat Seudin en Tania Liu Assou. LVV-minister Lekram Soerjan gaf aan dat om te geraken tot een toonaangevend landbouwland, wij de agrariërs op de eerste plaats moeten zetten. Soerjan verduidelijkte dat dit met een uitleg over de first van Farmers First. Bedrijfsomstandigheden om te kunnen produceren zodat we toonaangevend worden. Focus on farm, F van de first. De E staat voor innovation. Als u wilt toonaangevend wilt zijn, gaan we moeten innoveren. En gelooft u mij, gezamenlijk en alleen in Suriname gaan we dat niet kunnen doen. Wij zullen partnerschappen moeten aangaan. Dus ik ben erg blij dat de internationale organisaties er hier zijn en vertegenwoordigers van andere landen. Die partnerschappen zijn nodig. Dat is innovation. First heeft een R, resources. NOB-directeur heeft het gehad over financiële middelen. Dat zijn andere resources. De toegankelijkheid, beschikbaarheid en de prijs. Dat bepaalt. Dus farmers first. Ik heb het gehad over farm, over innovation, over resources. De S is voor science. En daar komt de kennis, de lokale kennis die de farmer heeft, maar ook expertise die we vanuit onderzoeksinstituten moeten halen. Hier nationaal, maar internationaal. En dan ga je zeggen, we moeten nog stappen en sprongen voorwaarts maken als we praten over science en science-based technology die we moeten ontwikkelen, kennis. Dan rest er nog een T, denk ik, in first. En dat is die technology. Dus farm, innovation, resources, science en technology. Wij zullen gecombineerd aan deze zaken moeten werken. Als we willen zeggen farmers first, alles gefocust op die farmer en zijn farm. Ik heb aangegeven, we moeten meersporig werken. We zijn goed op weg. De Agrarische Kamer die aangekondigd is, gaat de registratie van de mensen. Kijk, je moet ook een sociaal-fiscaal moet je kunnen bewegen als ondernemer. Je moet geregistreerd zijn. We hebben de beperkingen gezien bij KKF, ook voor kleinere ondernemers, eenmanszaken. Dat gaat met de Agrarische Kamer gerealiseerd worden, begrepen we. Dat is een bijzonder goed initiatief. We kijken naar de kredieten. Je ziet, NOB heeft gekeken naar de kredieten, insurance, verzekering. Door weersomstandigheden dat er overstroming is. Met andere woorden, meersporig als wij kijken. We werken met partners uit Israël, uit India. Laten we meersporig kijken om die hele sector qua risico's, qua uitdagingen zoveel mogelijk te verbeteren. Zodat die voedselschuurgedachte een waarheid kan worden. We zien al heel veel op gang komen, maar we willen veel meer, want we zien heel veel meer potentie in onze mensen.
Vice-president Ashwin Adin en daarvoor LVV-minister Soerjan gisteren bij de viering van de Dag der Agrariërs. In het kader van deze dag heeft de Federatie van Surinaamse Agrariërs enkele personen gehuldigd. Vice-president Adin heeft de awards uitgereikt. Het ging voornamelijk om vrouwen en jongeren die al geruime tijd actief zijn om de agrarische sector tot ontwikkeling te brengen.